Rond 3:50 is donderdagmiddag een stand-by call afgegeven op vliegbasis Eindhoven. Een Duits A310 tankvliegtuig had problemen met de tankinstallatie. Het toestel is veilig geland. De hulpdiensten op de luchthaven rukten uit voorzorg uit, maar hoefden niet in actie te komen. Na het tanken wilde de zogeheten basket, het onderdeel waarmee het jachtvliegtuig contact maakt om te kunnen bijtanken in de lucht, niet helemaal inklappen. Omdat dit mogelijk gevaar oplevert, rukte de brandweer snel uit. Mocht er dan iets gebeuren, kunnen de hulpdiensten direct ingrijpen, aldus een woordvoerder van de vliegbasis. Het Duitse tankvliegtuig is zelfstandig van de landingsbaan getaxied met een stuk slang en de basket erachteraan. Twee crashtenders begeleiden het vliegtuig. Het vliegtuig nam deel aan een grote internationale vliegoefening, Fusion Flag. Vanaf vliegbasis Leeuwarden trainen verschillende types jachtvliegtuigen uit Duitsland, de VS, Polen, Finland en Spanje diverse scenario's boven de Noordzee. De tankers worden ingezet om de jagers in de lucht bij te tanken. Daardoor kunnen de vliegtuigen langer in de lucht blijven. Door de voorzorgslanding van het Duitse vliegtuig was de luchthaven van 4:20 tot 4:30 dicht. Eén civiel vliegtuig moest een extra rondje maken voordat het kon landen en een ander vliegtuig heeft vertraging opgelopen bij vertrek.